Welkom bij Topneems. We zijn weer terug van vakantie. Steek een goede vakantie gehad. Uitstekend. Lekker het waren? Ja, ik heb gezeild. Ik ben het land niet uit geweest. Dus Oké, waar ben ik allemaal geweest? Nou, het laatste ben ik op Texel geweest. In de buurt waar jij ook met ja, jij bent altijd wel ondernemende. Dus ik ben zo'n ondernemend man. Maar goed, daar kunnen we het later nog over hebben, uitgebreid. Tussen de uitzending door onze vakanties. Ik ben blij dat ik er weer ben. En met jou weer mooi spreken. Check, heb je ook wel gemist? Ja, ik hou ook. Weet je, ik hou van je, dat weet je. Goed, dat is eigenlijk. Ja, ander onderwerp. Ja. Niels van Deur, jij bent van Housing Anywhere. Een ander onderwerp waar het bijna niet anders over dan kan hebben als je in de stad woont op dit moment. Of namelijk over jong gaat of over oud gaat, is prijzen. Wij wonen in Amsterdam, dus dat is een beetje onze de wereld die wij kennen. Prijzen van huizen, prijzen van dingen. Jij bent van Housing Anywhere, dus je weet in ieder geval veel van prijzen. Maar wat doen jullie? Wij zijn een online marktplaats waar je je accommodatie kan huren of verhuren in zowel Nederland, maar ook in het buitenland. We zijn inmiddels in Nederland begonnen, maar inmiddels actief in 60 landen. Maar goed, ik denk dan, oké, Airbnb, maar dat ben je niet. Nee, Airbnb focust heel erg op toeristen. Op korte termijn huur, een paar dagen, een weekend, twee weken. Wij focussen meer op voornamelijk de internationale student en de internationale young professional of expat die voor 3 maanden, 6 maanden, 2 jaar iets nodig heeft. Ja, dus wel tijdelijk, maar voor de langere periode. Ja, dus wij zijn met midterm. Heb je een minimum Minimum 1 maand. Minimum 1 maand, ja. Dus je moet wel echt serieus voor een stage of een kort project. Ja, als je korter wil, dan kan je beter een Airbnb of een hotel, hostel. Wij zijn meer voor als je iets 1 maand of het is 1 maand in de 2 jaar. Dat is wat het vaakst. Ja, en om het heel duidelijk te maken, werkt het verder hetzelfde als Airbnb. Dus jullie zijn een platform, jullie handelen de betalingen af. Je brengt eigenlijk de vragen en aanbod bij elkaar. Precies, ja. Ja, het is, ik zeg al even bij dat ik ben niet begonnen met laat ik Airbnb kopiëren. Ik ben zelf ooit begonnen. Ik studeerde in Rotterdam, ging studeren in Singapore. En toen kwam ik achter van, er is helemaal geen platform waar ik makkelijk even zelf een kamer kan boeken. Je huurde gewoon je eigen kamer te verhuren, toch? Dat was de start. Precies, ja. Ik wilde gewoon een kamer verhuren. En ik kwam achter van, er is helemaal geen platform waar ik even zelf mijn kamer kan verhuren. Yeah. En toen dacht ik, dan bouw ik het zelf maar. Ja. Sowieso, en ik vind overigens ook geen enkel probleem als jij denkt van, als je wel had gedacht van, er is Airbnb en ik zie een andere kans van een andere markt, want dat zijn ook veel mensen. Ik moet wel zeggen dat Airbnb is nu wel onze grote inspirator, want Airbnb is een paar jaar ouder, heeft veel meer funding, natuurlijk heeft een paar dingen uitgevonden die wij nog moeten uitvinden. Dus we krijgen wel heel veel ideeën van Airbnb. Ja. Ik wilde eigenlijk zeggen, waarom ben je het gaan doen? Maar je gaf eigenlijk net het antwoord al. Het is eigenlijk met je eigen behoefte begonnen. Ja, ik had dus die studentenkamer. Ik ging voor 6 maanden naar Singapore. En ik vroeg rond bij mijn vrienden van, wie wil even mijn kamer overnemen? Maar ja, mijn Nederlandse vrienden die zeiden van, Niels, als jij terugkomt over 6 maanden, moet ik er weer uit. Dus wat heb ik eraan? Toen dacht ik, wie wil wel mijn kamer overnemen voor 6 maanden? Ze ging naar het International Office van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik zei, hebben jullie misschien een student die voor 6 maanden een kamer zoekt? En daar zeiden ze, we hebben zoveel studenten die allemaal een kamer zoeken. Dus neem alsjeblieft iemand in die kamer. Ja. En zei ik, zal ik dan een platform bouwen waar alle uitgaande Rotterdammers hun kamer kunnen verhuren? Zodat alle inkomende internationals die kamer kunnen overnemen. Ja, en dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ja. Dan ga ik dat even bouwen. Het was 2009 ongeveer dat je erover na zat te denken. Neem ons eens mee door het avontuur wat je dan begint. Ik had het idee van dit moeten we doen. En eerst naar Singapore gaan, daar een leuke tijd gehad. Toen teruggekomen en toen dacht ik nog steeds, dit moeten we doen. Waar ook het jaar waarin studenten waren gehuisvest in caravans op de campus, omdat er gewoon geen kamers waren, zelfs in Rotterdam niet. En toen dacht ik, dit moeten we gewoon doen. Dus ik had dus een e-mail gestuurd naar het bestuur van de universiteit. Ik zei, ik heb dit idee voor een platform om mensen te matchen. Maar ik ben geen programmeur, ik studeer bij jullie bedrijfskunde. Dus ik heb wel een idee, maar ik heb wel geld nodig om het te laten programmeren. Ja. Toen zei die bestuurder van de universiteit, kom even langs, praten we even. Toen zei hij, hoe heb je nodig? Toen zei ik, ik heb dit nodig. Ik had via van een klasgenoot had ik een Poolse jongen gevonden die het wel wilde programmeren voor een paar €100. Dus ik zei van, geef me €800 en ik doe het. En hij zei, prima deal. En hij zei, ga even naar de Kamer van Koophandel, richt even een bedrijf op en stuur me een factuur. Ja. En toen zo gedaan, dus de Kamer van Koophandel gegaan diezelfde dag, bank heen geopend diezelfde dag, die Poolse jongen aan het werk gezet. 3 maanden later was een platform, een heel simpel houtje-toutje platform, maar er was een platform.
Ja. Dus de universiteit betaalde de factuur en toen kwamen ineens de eerste kamers erop. Studenten zetten hun kamers erop. Ja. De universiteit ging toen promoten naar de internationals, die gingen reageren. Dus ja, dat was toch waanzinnig. Als je zo snel van een idee hebt, een soort prototype proof of concept, eerst product al. Ja, zeker. Want dat kip-ei-verhaal is doorgaans het probleem, hè, van de marktplaats. Ja, zo'n marktplaats moet je, demand supply, wat was eerst, hoe krijg je dat? En achteraf gezien is dan, kan je de universiteit heel erg zien als een launching partner. Ja. Dus die dan je helpen met het promoten naar zowel demand als de supply. Van uitgaande studenten vragen, zet je kamers erop. Inkomende studenten zeggen, kijk daar voor kamers. En toen ging de rollen en toen gingen de studenten erover praten. En toen kwamen eens de huisbazen, die hoorden er ook van. En die zeiden, hey, internationale studenten, dat is interessant. Mogen we ook onze kamers erop zetten? Nou, toen ging een balletje in die wereld rollen in Rotterdam. Ja. Totdat er eens een belletje kwam vanuit Maastricht. En de universiteit zei daarvan, kunnen wij met de universiteit en de hogeschool meedoen? Met jouw platform kan je het ook hier lanceren. En toen dacht ik, waarom eigenlijk niet? En zat je er toen ook al tussen met de financiële transacties? Of was het puur het op? Toen was het puur, we waren gewoon Google Maps eigenlijk. Zat er een verdienmodel onder? Het verdienmodel was dat universiteiten moesten dan lid worden. Dat had ik toen bedacht. Van, de universiteit moet lid. Yeah. En dan activeren we de e-mailadressen van de studenten. En dan mogen die gewoon kamers posten en kunnen op elkaar reageren. Yeah. En dat was gewoon een eenmalig bedrag of een jaarlijks bedrag? Jaarlijks bedrag, ja. En dus alle universiteiten en hogescholen in Nederland gebeld. En eigenlijk iedereen zei, fantastisch idee, we doen mee. Ja. En op die manier kon ik dan de boel een beetje financieren. Ik studeerde toen, ik studeerde ook nog daarnaast. Dus het was niet mijn fulltime business, was gewoon, ik deed het naast en het groeide door. Toen in 2012, toen studeerde ik af. Toen eerst nog een half jaar stage gelopen in Afrika bij een biermerk. Mm-hmm. En terwijl ik daar in Afrika zat, liep de platform nog steeds door. En toen dacht ik, dat is eigenlijk zonde om hier te blijven en mijn platform niks meer te doen. Dus toen ben ik teruggekomen en toen heb ik van mijn studentenkamer, mijn appartement waar ik toen zat, mijn huisgenoot ging weg, dus van zijn kamer hebben we toen kantoor gemaakt. En toen een stagiair aangenomen en toen zijn we echt gaan groeien. En wanneer ben je eigenlijk de eerste echt dan nieuwe versie van je platform gaan bedenken waar natuurlijk dan die betaalmogelijkheden in zaten. Het houtje, touwtje moest eraf, het moest schaalbaar worden, het moest multilingual worden, et cetera, et cetera. Hoe is dat? Had je dat al snel in je hoofd? Dit betaalplatform, we zijn eerst in 2012, toen ik fulltime aan ging werken, hebben we een nieuw platform gemaakt met een Nederlandse ontwikkelaar. Dat hebben we toen in 2013 gelanceerd. En toen in 2013 ook ben ik op zoek gegaan weer naar, in 2012 had ik een financieringsronde gedaan met een family fund hier in Nederland. Die had toen 150.000 euro geïnvesteerd. En toen toen we nieuw geld nodig hadden, ging ik met venture capital funds praten. En toen kwam ik inderdaad met het verhaal van, toen had ik inmiddels Airbnb gezien, waar dan de online transactie was. En toen zei ik van, dat wil ik ook in de housing heel erg gaan doen. Maar daar heb ik dan echt technische mensen voor nodig. Ja. En daar heb ik ook geld voor nodig. Dus als jullie dat investeren, dan gaan we zo'n betaalplatform bouwen. Dat was toen 2013, 2014. Ja. Dus je bent eigenlijk heel erg gelijk opgelopen in de tijd met Airbnb op zijn minst. Ja, dus dat was wel grappig. Toen ik eenmaal van Airbnb wist, toen wel vaak gezien. En, Het is hoe is heel grappig omdat jij hetzelfde doet, maar een andere niche bedient. Klopt, Dus je kunt je er natuurlijk ook heel goed aan spiegelen, omdat je bij hun ook precies kunt zien wat wel en wat niet werkt. En Jazeker, zij doen heel veel A/B-testen en allemaal dingen en dan kunnen wij gewoon even wachten. Ze zijn nu dat aan het testen. En dan mag het weten en dan 6 weken later. Dit werkt kennelijk niet. Als mensen vragen, maar is Airbnb dan niet vervelend? Nou, eigenlijk totaal niet, we halen er veel inspiratie van. En de gebruikers zijn natuurlijk wel een beetje hetzelfde, gewoon jonge mensen. En Airbnb traint eigenlijk heel veel mensen hoe je tegenwoordig online kunt boeken. Dat het veilig is, dat het niet allemaal eng is. Ja. En diezelfde gebruikers komen ook bij Housing. En dan denk je, dit is zoals Airbnb. Dus ze herkennen het. En dan, ik ga nu studeren in Londen. Kamer boeken, even praten met de verhuurder, boeken, klaar. En om een beetje een idee te krijgen waar je nu staat. Want het lijkt een leuk verhaal van een student op een kamer met een paar honderd euro om een platform te bouwen. Maar je hebt afgelopen mei een investeringsronde gedaan, Series B, 6 miljoen euro opgehaald. Ja, 6 miljoen. Ja. Dus we hebben het nu inmiddels over een serieus bedrijf met een waardering van? Miljoenen. Miljoenen. Ja. Je zei net 60 landen. Ja, we zijn online in 60 landen. We hebben een team in Rotterdam van 90 mensen. Ja, ze zijn echt kaart aan het groeien. En hoe is die verdeeld? Wat voor soort mensen zijn er? Um,
je zou kunnen zeggen, 1/3 is tech, 1/3 is sales en 1/3 is overig. Ja. Ja. En waar heb je dat geld in mei voor opgehaald? Ja, het langetermijnplan is Housing Anywhere. Dus, ja. Dus daar willen we naartoe groeien. Dat, ja, dat we overal in de wereld willen gewoon dat je waar je naartoe verhuist. Al is dat Mongolië, klik, even praten met de adverteerder en boeken. En specifiek wat we de komende paar maanden gaan doen is... momenteel op Housing Anywhere betaal je eerste maand via het platform. Dus als jij een kamer in Londen boekt, dan betaal je, betaal je dat aan Housing Anywhere. Wij houden dat geld even vast op onze account. Totdat jij in Londen arriveert, dan heb je 2 dagen de tijd om alles te checken. En als we niks van je horen, storten we dat geld door naar de verhuurder. Dus op die manier houden we het veilig. Dat doen we alleen nu in de eerste maand. En dan is de tweede maand en verder is aan hen. En wat we gaan bouwen is dat je gewoon elke maand dan je huur via Housing Anywhere gaat betalen. Zodat we gewoon een beetje fintech worden we dan. Dat je dus als verhuurder gewoon payment request kan sturen. Een beetje à la Tiki. Waardoor dus mensen gewoon elke maand hun huur betalen. En ja, we zien dat dat... vooral voor internationale gebruikers fijn is. Want dan zit je in Londen, dan moet je ineens op een andere manier huur gaan betalen. Ja, en voor de verhuurder natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. Want voor de verhuurder vaak hebben we de creditcard gegeven, dus we kunnen gewoon automatisch afschrijven. Ja. Dus ook niemand meer in stress van, oh, heb ik mijn huur wel betaald of niet? En de verhuurder krijgt een mooi overzichtje van, heb je huur betaald? Of wie zijn mijn huurders? Hebben ze allemaal hun huur betaald? Dat kan je gewoon online inzien. Nou, heeft dat gevolgen voor je bedrijf? Want je houdt geld vast, hè? Dus dan word je eigenlijk een soort van bank. Maar ook in dit geval al, als je zegt, wij hebben jouw geld, we houden het vast en we storten het door. Ja. Zorgt dat voor complicaties voor je bedrijfsvoering? Het wordt wel natuurlijk veel, veel technischer. En daarom hebben we ook veel goede developers en engineers in ons team. Maar uiteindelijk werkt alles via payment providers zoals Adyen en Stripe en echt die twee. Mm-hmm. Dus het geld staat niet echt bij ons, het staat bij onze providers. Ja. Hoe doe je je internationale uitrolacquisitie? Want je bent hier begonnen bij een universiteit, vertelde je. Maar je wilt tot in Mongolië actief worden. Hoe doe je dat? Als we een interessante stad zien, dat we denken van daar is veel mobiliteit aan de gaande. Voor ofwel internationale studenten ofwel international young professionals. Dan zeggen we, oké, we willen die stad lanceren. Bijvoorbeeld Madrid. Dan gaat ons Spaans team, ons universiteitenteam, gaat dan daar naartoe en die maakt eerst partnerships met de universiteiten daar. De universiteiten zijn altijd onze launching partner. Daarna spreken ze ook met wat internationale bedrijven daar in Madrid. Of we kijken van, is daar veel vraag naar? En dan samen met die universiteiten en met die bedrijven doen we dan een promotiecampagne. Dat wordt geadverteerd naar zowel de inkomende als de uitgaande mensen van vuur je kamer. Tegelijkertijd gaat ons Spaanse huisbazenteam, ons supply team, gaat ook vanuit Rotterdam vliegen naar Madrid. En die gaan dan met de huisbazen praten die daar wonen. In database vinden we dan meestal wel wie zijn de grote jongens daar of grote dames. En dan krijgen we ook hen op het platform. Mm-hmm. En dan eigenlijk met die partijen doe je dan in één keer een boost. Maar het begint allemaal dat je dus connecties maakt eerst met de universiteit, wat bedrijven en wat huiseigenaren. En dat laten we dat doen door Spanjaarden die op ons kantoor dan, in dit geval Spanjaarden op ons kantoor werken. Dus we gaan niet als Nederlanders, niet van, oh, daar gaan we even naartoe. Ons team van 90 man op kantoor is heel divers, heel internationaal. En die nemen dat op zich dan. Ja. Het is eigenlijk gewoon een playbook verhaal. En elke stad is gewoon eigenlijk hetzelfde riddeltje wat we doen. Ja. En zo, oké, jongens, we gaan deze maand naar Rome. En het Spaanse team gaat naar Madrid. En het Scandinavische team gaat naar... En jullie gebruiken altijd de universiteit als launching partner, want dat is je heel goed bevallen bij het opstarten. Jij zei het aan het begin ook al even, van, je hebt vaak de kip-ei, hè? Geen aanbod, geen vraag, dat hangt met elkaar samen. Waarom zouden aan het begin was het natuurlijk logisch dat de universiteiten dat deden, want dat was een soort dienstverlening aan hun studenten. Inmiddels ben je gewoon een commercieel bedrijf, gelijkbaar met andere dienstverleners. Waarom zouden ze daar aan meedoen? Eigenlijk nog steeds hetzelfde. We blijven nog steeds een dienstverlener voor hun studenten. Dus voorheen vroegen we altijd fees aan de universiteit, zodat we in ieder geval het platform draaide konden houden. Inmiddels kunnen we het platform draaien houden van de booking fees die we ontvangen. Ja. Een universiteit kan tegenwoordig gratis lid zijn. Ze kunnen ook betaald lid zijn. Dan krijgen ze van ons wat meer data over wat zijn de vragen naar kamers en wat zijn de gemiddelde prijzen. En dat soort dingen krijgt dan de universiteiten te weten. Universiteiten willen nog steeds gewoon meehelpen, dan wel gratis, dan wel betaald. Voornamelijk omdat ze nog steeds die studenten hier krijgen. Nou, hier bijvoorbeeld Amsterdam, semester is begonnen. Allemaal internationale studenten hier die ook allemaal zeggen, ik heb een kamer nodig.
En ja, dan kan de universiteit zeggen, nou ja, we hebben een paar huisvestingspartners en één daarvan is Housing Anywhere. En ja, dan kan je toch in de centen een beetje mee helpen. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Airbnb, maar ook naar Booking. Die twee zijn eigenlijk ook een beetje in elkaar aan het overlopen, zou je kunnen zeggen. Booking begon natuurlijk gewoon met de professionele verhuur of de hotels en al dat soort zaken. Maar daar kan je ook steeds meer gewone etages huren. Airbnb begon aan de andere kant. Je kon iemand anders appartement of huis huren. Maar toen mensen zagen dat daar een publiek was, kwam er ook een heel ander aanbod bij. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Is het voor jullie voldoende om te zeggen van onze doelgroep is die studenten en die young professionals? Of kunnen zij ook gewoon op een gegeven moment zich kwaad maken en zeggen van ja, we hebben technische infrastructuur hebben we. We doen nu kort verhuur, maar waarvoor zouden we niet lang verhuur gaan doen? Ja, dus je ziet inderdaad, het verschuift steeds elke keer. Ja. Wat we ook bij Housing Anywhere zagen is, helemaal op het begin focussen we alleen maar op de exchange student. Dus dat we op de internationale student, maar dan alleen maar op de exchange student voor die voor 6 maanden naar het buitenland ging. Toen lieten we, en dat waren dan ook studenten die zelf aan elkaar kamers verhuurden. Toen vergroot iets de focus naar de internationale student. Toen kwam ook de huisbaas, ging ook kamers plaatsen. Nu hebben we ook international young professionals. We zien ook steeds expats komen ook op ons platform, op de wat duurdere appartementen die bestaan. Dus ja, onze doelgroep wordt ook steeds groter. Dus bij Airbnb en Booking zou dat ook kunnen verschuiven. Maar op dit moment is voor hen, voor de komende paar jaren, de toeristenmarkt, de travel market is zo gigantisch groot nog. Ja. Daar valt nog zoveel voor hen te winnen. Dus ik vermoed niet dat zij hun focus gaan beleggen op de midterm market. Dat zou op den duur kunnen. Maar tegen die tijd zijn wij net zo groot. ik zat net al te kijken van waar raken jullie nou elkaar? Hè? Want dat, je kunt natuurlijk zeggen van ja, we zitten in een heel andere markt. Maar ik zit voor de gein nu even in te typen dat ik zeg ik wil volgende week 5 dagen naar Athene in Griekenland. Ja. En ik kan daar een kamer voor €300 huren, betaal ik wel de maandprijs. Ja. Maar als ik daar 5 nachten zit, vind ik €300 is nog steeds een topprijs, zelfs vergeleken met de Airbnb. Klopt, ja. Dus jullie gaan elkaar natuurlijk raken. Ja, het is voor ons niet echt de focus. Want voor onze huisbazen, die kiezen natuurlijk bewust van, ze kunnen ook kiezen, ik ga Airbnb doen of ik ga aan studenten huren. Misschien wel allebei. Ja. Ja, het zou kunnen. Wat we vaak zien is dat in de toeristische gebieden doen ze in de zomermaanden als de universiteiten dicht zijn, doen ze Airbnb. En in de wintermaanden als de toeristen weg zijn en de studenten zijn, doen ze Housing Anywhere. Ja. En als je bijvoorbeeld op die kamer in Griekenland gaat reageren, dan zal waarschijnlijk de huisbaas zeggen, ik heb geen zin in 5 dagen, moet ik weer laken verschonen. Dus ik wil dat je gewoon voor 1/2 jaar huurt. Ja. Dus je kan ook reageren, waarschijnlijk zal de huisbaas iemand anders prefereren. Ja. Naast jou zijn er vaak 20 anderen die ook reageren op zo'n appartement. Dus dan, Nou, het valt me wel op dat inderdaad in Athene heel veel kamers in huizen geadverteerd worden. Wat typisch natuurlijk studentenmarkt, met delen met anderen. Ja, onze focus is momenteel vooral vandaag op de niche international students. En daarmee krijgen we ook steeds meer international young professionals. En we krijgen ook wat lokale studenten, komen ook wat mee in de kielzorg. Maar de grote focus is vooralsnog international students. En wat ik een ander interessant ding vind van jullie platform is de data die het oplevert. Met name als het gaat over, waar we het voor de uitzending ook even over hadden, prijzen per vierkante meter. Ja. Dat is natuurlijk een fenomeen aan het worden. In Amsterdam gaat alles natuurlijk door 3-dubbel door het dak. Ja. Ik zat net al even te kijken naar wat andere steden die ik leuk vind. En je ziet een mega verschillen. Ja. Doen jullie iets met die data? Nog niet, we worden wel veel benaderd door huiseigenaren of vastgoedpartijen. Die zeggen, ja, joh, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ja, geef eens even een output van alle prijzen per vierkante meter per stad. Want die hebben natuurlijk een rijtje met wat is de aankoopprijs en wat is de verhuurprijs. Nou, dat kan je natuurlijk mooi matchen. Ja. Momenteel doen we er nog niets mee. Want momenteel zijn we met ons team echt gefocust op gewoon de betalingen regelen, uitbreiden in het buitenland. En alle side businesses die we kunnen doen. Dat komt later wel. Eerst moeten we gewoon focussen op de basis, gewoon echt supergoed. Ja, maar jij hebt natuurlijk een plan in je hoofd ergens. Ja, ja en daar zit dit natuurlijk bij. Ja, dus met die data, het is voor vastgoedontwikkelaars ontzettend interessant natuurlijk. Om te weten, wat levert een kamer op in elke stad. En bijvoorbeeld, eentje die kan verklappen, is in Ljubljana in Slovenië. Daar koop je heel goedkoop huis aan. En toen we... Ja, een paar jaar geleden kon je daar voor €80 per maand een kamer huren.
Inmiddels is die prijs wat gecorrigeerd, doordat er veel internationale mensen naartoe gingen. Internationale studenten is die prijs naar €400 per kamer. Zo. Maar de aankoopprijs is nog steeds hartstikke laag, want dat was gewoon lokale aankoop. Dat is gewoon de vastgoedmarkt die daar dus, nog er zitten een paar vastgoedmensen op ons platform in Ljubljana. Nou, die zijn heel blij dat het zo goed is. Ja. Ja, dus je kunt wat dat betreft, als je zelf een beetje onderzoek al zou doen op je platform, kun je aardige investeringsmogelijkheden vinden door gewoon de huurprijzen te vergelijken met de vastgoedprijzen. Ja. Ja. Wij hopen natuurlijk wel dat huurprijzen gewoon laag blijven, maar ja, het is natuurlijk een externe factor waar we niet invloed op hebben. Als een stad zoals Amsterdam gewoon te weinig bijbouwt, dan schieten gewoon die prijzen omhoog door vraag en aanbod. Ja, dat is natuurlijk gewoon een vrije markt. Maar het liefst hebben we natuurlijk gewoon overal goedkope kamers, dat voor iedereen betaalbaar is om overal te studeren. Maar ja, je ziet gewoon in steden zoals Londen of New York, helaas moet je daar rijk zijn om te kunnen studeren. Ja. Ja. Hey, je bent dit in je eentje begonnen. Of het was jouw idee. Ja. Inmiddels heb je een hartstikke groot bedrijf. Hoe is dat gegaan? Want vaak beginnen startups natuurlijk met z'n tweeën of met z'n drieën. Is een gelijkwaardig team met een techneut en een creative en weet ik wat. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe sta je er nu voor? Ja, ze zijn in eentje begonnen. Inmiddels hebben we een management team met een CEO, dat ik zelf niet ben. Oké, dat is ook interessant. Ja, dat is Jordi, hele goede jongen. En daarnaast hebben we een aantal andere hele goede mensen die we vanuit andere bedrijven hebben gehaald. Ja. En ja, die vormen als team het management. Ja, je hebt ervoor gekozen om dat niet zelf te doen? Ja, sinds een paar maanden heb ik dat. En waarom is dat? Ik doe het nu 9 jaar. En ik heb ook nog heel veel andere ideeën, wat ik ook nog wil doen. En we hebben nu gewoon een goed managementteam met een goede nieuwe CEO. Dus zij kunnen het verder naar een hoger plan brengen. En die kan zo meteen weer nieuws gaan beginnen. Ja. Kan ik nu zitten om iets anders te gaan vertellen. En weet je hoe dat in zo'n team werkt? Is vaak best wel ingewikkeld. Heeft iedereen bijvoorbeeld aandelen gekregen? Is dat op basis van gelijkwaardigheid? Hoe heb je dat opgebouwd? Er zijn mensen die wat optiepakketten hebben. Er zijn mensen die ook aandelen hebben. Dus dat is allemaal een beetje, we hebben ook investeerders, dus dat is allemaal, iedereen, een aantal mensen hebben wat. En we zijn ook bezig met wat plannen om dat wat groter te maken. Dat ook nog wat andere key employees ook nog wat optiepakketten kunnen krijgen. Ja. Dat is natuurlijk het leukste, dat Housing gaat hartstikke goed. En het is natuurlijk hartstikke gaaf dat als ook je werknemers daar ook niet alleen een salaris uit kunnen krijgen, maar ook uiteindelijk ook iets... iets kunnen meedelen. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk is het je team die alles doet. Dus daar moet je natuurlijk ook, daar ook alle waardering voor krijgen. Hey, hoeveel, voor mijn beeld, hoeveel kamers verhuur je per maand? Dat zijn er duizenden. Exacte nummer geven we helaas niet weg vanwege... Kinderachtig is dat. Ja, altijd. Stom hè? Ja. Ja. Ik dacht dat transparantie het modewoord was in alle... Klopt, ja. Kan ik me in vinden. Alleen we hebben wel investeerders en dat moet allemaal weer wat... je kan allemaal geheimhoudingsverklaring getekend. Ja. Ja. Maar goed, duizenden zeg je, dat is... Ja. Nou, fantastisch, mooi verhaal. Ja, ongelooflijk hoe snel het gaat dan. Hè? Ben je zelf soms ook niet dat je wakker wordt 's ochtends dat je denkt, wow, weet je... Ja, we hebben een van onze managers, Michael, die zegt altijd van, ja, als je denkt van wat er nog moet gebeuren, denk je, oh, moet allemaal nog dit en dat doen. Maar als je dan even een pauze neemt en even terugkijkt 3 jaar, denk je, wow, wat hebben we in 3 jaar eigenlijk allemaal gedaan? Ja, ongelooflijk. Ja, en dat het is een hele ride geweest en hartstikke interessant. En het wordt nog veel leuker, want we zijn pas zo en de markt is zo. Dus to be continued. Ja, nou super. Dankjewel voor het mooie verhaal. Ik kom inderdaad terug of om het vervolg hiervan te vertellen of hoe je verdere gang en je volgende initiatief daar eens over te vertellen. We blijven je volgen. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd, ik moet eventjes wennen aan het riedeltje steken, PQR, hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Streamzilla, of is het Jetstream? Nee, Jetstream is het. Het Groningen voor de livestream. Dit blijft wel lastiger voor mij. Sorry, je gaat elke keer... En Freedom Lab. En Freedom Lab, daar zenden we vandaan uit. Iedere dinsdagavond. En kijk je nu live, blijf kijken. Want we hebben zo direct weer een uitzending. Kijk je on-demand, dan weet je dat je ons hele archief van... 9e seizoen zijn we bezig. 8e. 8e seizoen. Dus er is veel terug te kijken. Dank. Dag.